Hoi, dit is Martijn van Hof voor natuurkunde via HAVO, maar ook voor het VWO. Ik leg opgave 9 uit. En dat is een hele onderzoek en een vaardigheid die vaak gevraagd wordt. En daarvoor moet je even nog. Kom ik even op een paar rekenregels. Als we gewoon, zoals bij wiskunde hebben geleerd, x, dan staat er eigenlijk x tot de macht 1. Want x tot de macht 1 is x. Of 2 tot de macht 1 is ook 2. Als je niet weet, denk met een simpel getalletje. Er geldt de regel dat 1 gedeelde x gelijk is aan hetzelfde als x tot de macht min 1. Wat dus is als we meten per seconde de eenheid voor snelheid. Dus snelheid is v. En we willen daar de eenheid voor opgeven. Dan heb je de onderbouw gehad. Is meten per seconde. Wat zie je nou? Je ziet nou iets nieuws ook. Je ziet, de notatie. Doe ik haken omheen. Dat is de grootheid. Meter per seconde. Maar dat kan ik dus ook schrijven als 1 gedeelde seconde meter seconde tot de macht in min 1. Want daar gaat eigenlijk een keer tussen. Dus omdat dit de grootheid is. En dit de eenheid. Om dat verschil aan te tonen zet je dus van die haken neer. Nou nu gaan we naar deze opgave en zet ik hem even netjes op zwart. De impuls P van een voorwerp is de massa van het voorwerp maal de snelheid van het voorwerp. Bepaal de SI-eenheid van impuls. Nou, SI-eenheid, dat betekent een eenheid uit tabel 4. Tabel 4 van de BINAS. Let op, er kan ook gevraagd worden naar basis grootheden met eenheden. Want dan moet je naar tabel 3 kijken. Daar kom ik in een plusstukje op terug. Oké, terug naar de opgave. Dus voor massa is dat, en dat vinden we daar gewoon, kilogram. En voor de snelheid, nou ik had het net al gezegd, is meter keer seconde tot de macht min 1. Ik laat dat staan, want dat is straks makkelijker. Want dan halen we deelstrepen weg. Want je ziet dat ik daar die deelstreep mee heb weggemaakt. Waarom blijft mijn... Ja, daar. Die had ik even nodig. Zo'n belangrijk rekenregeltje. Oké, dus dit is nummertje A van 9. En dan B. Klopt het dan dat de impuls goed is? Natuurlijk, klopt P dan? Nou, dat klopt. Dus voor de impuls is dat kilogram keer meter keer seconde tot de macht min 1. Dan naar B. Daar geldt voor de formule. Daar vragen ze. Als je water verwarmt, stijgt de temperatuur. Deze temperatuur kun je stijgen met de volgende formule. Bepaal de S-eenheid van de soortelijke warmte. Dus ik schrijf de formule op. T is Q gedeelde M keer C. Maar ik wil dus deze weten. Deze weten. En dat wilde ik eigenlijk met deze stift doen. Zo, ik wil die weten. Dus ik ga de formule eerst even omschrijven. En dat kan met kruislings vermenigvuldigen. En dan staat er delta T keer M keer C. Want ik kan hier denkbeeldig een 1 uitzetten. Dus dan vermenigvuldig je dat met elkaar. Zo. En dan staat is Q. Ik wil de C vrijmaken. Dan moet ik hem beide kanten delen door delta T keer M. T keer M. Dus dan krijg ik C is Q gedeeld door delta T keer M.
Nou, nu doe ik wat ik net heb geleerd. C tussen haakjes, want ik ga eenheden invullen. En dan vul ik netjes in. Is joule gedeeld door de temperatuur is in Kelvin. En de massa is in kilogram. En als ik die deelstreep weer wil weghalen, dan kan ik dus schrijven joule keer Kelvin tot de macht min 1. En kilogram tot de macht min 1. Want hier staat denkbeeldig ook een 1 bij. En bij de joule ook, maar die staat boven de streep. Dus dit blijft hetzelfde. En die zetten we dus vaak niet. Dus deze zetten we vaak niet. Oké. Nu vraag je af, waarom is dat dus handig? Nou, dit is even een extraatje. We hebben nu opgave 9 gedaan. Dat doen we dus even de bonus. Dat is voor het VWO handig. Stel dat ik een formule heb voor kinetische energie. Die komt ook op de HAVO overigens hoor. EK. En daar geldt voor een half m keer v kwadraat. Dat is de formule. Nou, ik weet net dat ik voor v geldt voor de eenheden. Meter keer per seconde. En voor de massa geldt kilogram. Dus ik wil weten wat de eenheid is van EK. Nou, ten eerste geldt, moet je beseffen, van een getal. Dat draagt niet bij aan de hoeveelheid van de eenheid, een getal. Want het is maar keer het getal wat je ervoor invult. Dus die mag je even weglaten bij de eenhedenanalyse. Nou, dan vul ik hier in kilogram. Dan moet ik wel netjes daar de haak omheen zetten. En daar, let op, ik geef even haakjes van de kwadraat. Meter per seconde. En nu is het een kwadraat. En nu weet je van wiskunde, maar misschien als je het niet weet, wat ik al zei, doe het met een getalletje. Je weet misschien 2 keer 3 is 6. Klopt het ook als ik het allebei kwadrateer? 2 keer 2 keer 3 in het, 2 in het kwadraat. Is dat dan ook gelijk aan 6 in het kwadraat? Nou, dit is 6 keer 6 is 36. 3 keer 3 is 9. En dit is 4 keer 9. 4 keer... Ja, dat klopt. Dus oftewel, ik mag dat vermenigvuldigen. Dus ik mag die met die macht vermenigvuldigen en met die macht vermenigvuldigen. Hè, want dit geldt. Oké, dus die rekenregels hebben we wiskunde gehad. Maar als je die vergeet, doe het even met een simpel getalletje, is mijn tip altijd. Dus krijg ik kilogram, de EK, tussen haakjes, is de kilogram keer meter kwadraat keer seconde tot de macht min 2. Oké, is dat dan de eenheid? Ja, want ik kan dit nu weer nemen als, apart schrijven als kilogram meter seconde tot de macht min 2 keer meter. En nu weet je uit de tweede wet van Newton dat dit gelijk is aan Newton. Let op, dit is geen basisgrootheid, maar een gewone eenheid. Dus nu komen we ook weer bij de volgende aantekening. Dit zijn de basiseenheden, of de grondeenheden. En dus dat is tabel 3. En dit zijn de gewoon eenheden. Tabel 4. En dit is dus ook gewoon gelijk Newton keer meter gelijk aan joule. Dat weet je uit andere formules. Bijvoorbeeld voor de arbeid. En dat kilogram keer meter per seconde inderdaad gelijk is. Weet je uit de tweede wet van Newton. Want dat is m keer a. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Toedeloe.